Lieve Allier, van harte ook wens ik mij deze fantastische prijs. Als ik denk aan de kast, dan denk ik eigenlijk aan dat ik als liedsfamke uit vind worden. Eigenlijk nou, 100 meter achter Jim, los en laat. Jim spullen stond daar en volgens mij, die vrachtauto kwam er altijd langs om de spullen op te hellen, zodat Jim in het weekend, waarschijnlijk 4-5 keer spelen kon. Dat wie eigenlijk vlak voor de tijd dat Jim een grote hit kreeg. Ja jongens, jullie zien het goed. Papa Piet, voorheen uit Hilversum, tegenwoordig uit Almere. Uiteraard wil ook ik jullie van harte feliciteren met deze prachtige prijs, de Friese Anje. Toegekend voor het introduceren met heel veel succes van de Friese taal in de Nederlandse popscene. Ik ben er nog altijd trots op aan de wieg te hebben gestaan van de kast. Ik vergeet ook nooit hoeveel moeite ik heb moeten doen jullie ertoe te bewegen over te gaan op Nederlandstalig repertoire. Waar jullie later de Friese taal met zoveel succes aan hebben toegevoegd. Met z'n margens willekeurig hier op aarde neergezet. In een kansrijke buurt te vallen op een goede plek. Ik leerde het lopen, ik ging op eigen benen staan. Toen ging voor me open, om nooit meer weg te gaan. Super gefeliciteerd jongens met jullie 30-jarige jubileum. Wie had dat gedacht 30 jaar geleden dat het nog steeds zo leeft? Fantastisch. Mij was gevraagd om wat anekdotes te vertellen en nou, ik weet niet waar ik moet beginnen en eindigen. Toch even noemen, Simmertime, Gelredome, Ahoy, Lemmer Beach waren daar. Dat was fantastisch en geweldige herinnering. Ik denk graag groot zoals jullie weten en ja, dat was voor mij echt wel het neusje van de zalm. Maar toch wil ik jullie graag terugnemen, met name de gasten, terugnemen naar 1982. Want de kast bestaat eigenlijk veel langer dan 30 jaar, maar onder heel veel andere namen. In 1982 maakten wij met een paar studenten, technische studenten, van verfblikken maakten wij lampen voor bandjes om een soort van lichtshow voor bandjes te doen. En dit fenomeen in het lokale dorp in Veenwouden werd opgemerkt door Peter van der Ploeg, die daar oefende. Met de band die destijds de P-Sets heette, waar Siep ook al onderdeel van was. En die vroeg ons, willen jullie onze concerten voorzien van licht? Nou, hartstikke leuk, dat hebben we gedaan. En zo zijn wij eigenlijk in 1982, 83 elkaar leren kennen. En Peter, ik wil bij deze de gelegenheid nemen om te zeggen dat jij echt de patros familias van de band bent. Oh, vrienden van de kast, wat leuk dat jullie deze prijs gewonnen hebben. Je hebt een hoop betekend voor Friesland. Sa. Ik gun je hem dit van harte. Gefeliciteerd aan mij. Weet je nog dat je hem als Goldrus dat we elkaar troffen en dat ik zeer onder de indruk wier van Jim. En in mijn opwelling zei ik, wat er in gebeurt, je hebt een aantal keren met B.B. King in het volprogramma. Daar schrokken je hem toen van, maar je zei, goh Bouke, dat is leuk, dat geven we het van. En dat wie ik een groot succes. Daarna heb je hem steeds volgt natuurlijk en ik weet nog wel dat we op de Veenhoop, hè, dus dat we in dat hoogtepunt van je eerste carrière, dat je hem daar toen speelde, zag, dat wie ik succes, dat een overijverige voorzitter van de Veenhoop, die zei van ja, die eigen wiese kast en die mensen hem kapsones en dit en dat. Nou, dat kwam natuurlijk in de pers
helemaal onterecht. Want de kast, wie zou nou ook altijd de kast. Maar dat wie in een mediarel van je welste, die voorzitter hier had nooit zitten moeten, dus en de kast, die wie des duivels. Johan Koster, de productiemanager en iedereen. Afijn, we hebben toen uiteindelijk maar een grote persconferentie gehouden en toen hebben we de vredespijp rookt. We hingen ik allemaal vredespijpen met z'n. En we hebben er in de dorpsvloeg van de Veen op een prachtig feest gemaakt. Dat herinner ik me ik. Maar ik hoop dat het heel goed met hem gaat. Ja, nou, wat was een leuke fase wie is, zo'n 1998 en de jaren daarna, wie de kast eventjes de meest populaire band van Nederland. Maar nu zo'n jongen was een soort hier, wat een soort tussenfase wie. Een beetje een carrière die qua populariteit tussen een zakdoek en tafelkleed hing. De man is jouw wachten. Door lijn daar al je fam verdoor van een tent. Die tent is hier op vloer. Ik zei, wat is dat nou? En want normaal komen die mensen jongens om zo'n wacht te worden. Nee, maar. En als ze op de toerlijst zeggen, dan zeggen ze Abel Enstra Stadion staan, maar dan zeggen ze ook Zaal aan zijn Piet, bijvoorbeeld. Ik is naar die van daar, praatje, die kwam uit Limburg, die kwam uit Brabant, die kwam uit Zeeland. Ik zeg maar, hoe ver hebben? Nee, ze gingen hier gewoon achter, in een hotel. Maar ze gingen vooraan. Want ja, we kregen altijd van de boeken netjes de contracten en de toerlijsten. En dan zie je alle informatie op. Maar deze keer weer de plaknaam, maar wie een beetje cross tot plaknaam heen. Ik dacht dat is die Oosterhuizen. Dus wie reizen met heel circus, ging je naar Oosterhuizen. En we kwamen in plakken, want we kon nergens zalen aan zijn Piet vinden. Dus ik zei ze gouden de gloedsman van stop je in bij het boerke daar, die er bij de dame stiert. En nou, we stopten en ik zei van ken je zalen aan zijn Piet? Hij zei, is dat waar de bingo is? Nee, ik zei, wie werken voor een band, er treedt een band op. Hij zei, in Oosterhuizen treden geen bands op. Ik denk, shit, dit is in de waar. Dus ik bij Theo de boeker, die altijd bereikbaar weer. En ik zei tegen Theo, ik zei, dat zaal aan zijn Piet, waar zit dat? Hij zei, in Oosthuizen. Ik zei, Theo, wie is die in Oosterhuizen, tussen Apeldoorn en Arnhem? Hij zei, oh, de bliksem naar de kop van Noord-Holland daar, want het is in Oosthuizen. Dus wie komen er aan? En 12 uur te let, maar wie een veredelde huiskamer. Dus we konden haast niks opbouwen, en ze in een oerke opbouwd. En er zitten twee mannen aan de bar, totaal ongeïnteresseerd in wat wie die horen daar, de dwang kwam. Of ze altijd dijk wel, Sjonk om hun eigen regio. Het publiek is nergens zo stroef als een Hippolytushoef. Dan is dat door hier. En dan weet dan kost het maar om te denken, waar de ram die alles eruit. Ik had honger, ja, die sporthal, compleet elke zin eruit. En dan zeiden de mensen, ja, dat besteed net, nou, het besteed wel, echt. Ik ga het mooi maken, dan wordt de sporthal, elke zin eruit. Nou, daar zit eigenlijk geen liedse plankjes in of wat. Maar dat weet je, krijg dat weer in de Rolling Stones of wat ik was. Ja, een nieuwe dag. Oh, break me the back dat die hebben. Dat is natuurlijk hele tijd lean. Ik moet dolgraag dat boek verfilmen van Abe Brouwer, De Gouden Zwiepen. En toen ik weer DJ bij de man, dat weet hij ook nog wel, denk ik. Dus we hadden het in de kop om een cd op te nemen onder de naam Bis to Escape en zo geschieden. En dan moest iemand natuurlijk die cd, die moest overhandigd worden. En wij kenden natuurlijk nog een lokale platenwinkel van Steven de Jong. En Steven de Jong was ook DJ in die tijd. En die heeft toen de presentatie van die avond in handen genomen. Dit dingetje heeft later grote gevolgen gehad, zoals waarschijnlijk iedereen wel weet. Nou, toen jij je van mijn plan van ik wil die... Nou, die film maakte, toen zei hij van nou, had die film ooit maken we dan maakten wij daar een liedje bij. Ja, heren van de kast, gefeliciteerd met de prijs, de Anje. Nadat we voor de Gouden Zweep, de Gouden Zwiepen, een nieuwe dij hadden opgenomen, werd ons verzocht door de platenmaatschappij om het nogmaals te doen in het Nederlands. Want dan zou het misschien wel op single kunnen komen. Nou, we zijn eraan begonnen en ik vond het verschrikkelijk. Dus ik zei na een kwartiertje, 20 minuten, zei ik tegen Siep, stoppen, dit gaan we niet doen. Dus ik belde op naar de platenmaatschappij. Ik kreeg daar Ruud van Dulkeraad aan de lijn, de A&R manager. En toen ik hem zei dat ik stopte met de opname, toen werd hij zo kwaad. Toen zei hij, als jij het niet doet, dan zoek ik wel een andere producer. Nou, daar zijn ze niet in geslaagd in ieder geval, want het is uiteindelijk weliswaar in een live versie is het een gigantische hit geworden en de doorbraak van het Fries in heel Nederland.
Nogmaals, gefeliciteerd. En wat ik me nog heel goed herinner je, is dat ik toen op een jonne naar Veenwouden ta rekken ben. Omdat je me zei, ja, we hebben het liedje klaar, kom maar even te luisteren. Dus ik naar Veenwouden, naar de oeverromte. Dan krijg ik dat ik hier zit op een stoel, wil ik daar ik deel zet op een stoel. Jim vond het spannend, ik vond het volgens mij nog volle spannender dan dat Jim het vond. Maar nou, ik ging zitten. Ik vond het fantastisch dat ik daar gewoon, nou ja, deel zet. En ik kreeg de titelsong dan te jaren van de film die wij aan het maken waren. Jim zette toen in, pianootje, en die kwam gewoon gelijk binnen. Het was gewoon, ik dacht van, jezus. Dat ik dit liedje krijg in mij van Jim, dat is fantastisch voor de film. Het heeft helemaal de sfeer die ik graag aan wil. De nacht is voorbij, de scène is vrij om heilig te gaan. Als we te dij, de moon is te nij. Maar toen wordt tafel dat ik naast Ruud ziet in het Abel Lenstra stadion toen Jim dat fantastische concert herhaalde. En toen gingen die, nou ja, al die handjes gingen omheen. We kennen alle keer die clip. Join nou ik achter je. Zwaaien, zwaaien, zwaaien. De zin in beginnen. Nou, ik was blij dat je aan het begin van de tour kwam, want ik heb hem iedere dag kunnen draaien. En een geweldige plaat, dus ik mag eigenlijk wel zeggen dat dus in Nijedijen, in ieder geval bij de NOS Radio, bij NOS Langs de Lijn, bij mij begonnen is. En om dat te bewijzen heb ik hier dus de gouden plaat aangeboden gekregen van de mannen van de kast. En er staat dus aangeboden aan Herman van der Velde, de godvader van in Nijedijen. Nou, dat ben ik. Hey mannen, hartstikke gefeliciteerd met jullie 30 jaar jubileum. En dan wil ik natuurlijk jullie van harte feliciteren. Nou, ik heb het even opgeschreven. Van Herte Lokwinske met deze oeuvreprijs. Kees, Peter, Nico, Siep en Sietse, van harte feliciteren nogmaals. En het is heel erg verdiend, deze oeuvreprijs. Ik kan me nog herinneren dat ik op zaterdagavond ging kijken naar een bandje genaamd Gold Rush in Nijkerkerveen in de discotheek. Dat vond ik wel echt heel goed. Ze coverden die nummers geweldig en dik voor elkaar. Heel veel mensen op de dansvloer. Totdat ze eigen repertoire gingen spelen. En toen liep iedereen weg. En toen kwam de uitbater van de discotheek naar ze toe of ze in godsnaam wel weer even covers wilden gaan spelen. Afijn, ik heb ze daar zien spelen en ik was meteen razend enthousiast. Ik zag de uitstraling van Siep en ik hoorde zijn stem en ik zag hoe de band speelde. Kortom, dat was voor mij een reden om de band Gold Rush te contracteren. Alleen wel onder een andere naam natuurlijk. Dames en heren, geef ze een daverend applaus. De kast. Ja! Ze gaan al heel wat avonden laat naar bed, die kast. Die kast gaat heel wat, want ze waren vanochtend, gisteren waren ze bij koffietijd. Nou, dat is dan. En hebben ze ook de Edison meegenomen? Dat is er, jongens, een Edison! Siep gaat dus zingen, Kees doet de toetsen, Peter de gitaar, Sietse de bas en Nico de drums. Is dat niet gezellig? Gezellig. Hier is de kast met de ware. Daar zijn ze! Daar hebben we enorm veel gedaan en denk ik dat de kast in alle tv-programma's wel gezeten heeft. En als tv-promoter ben je er ook bij, doe je begeleiding. Dus we hebben lange dagen gehad, heel veel lol gehad met elkaar. En je leert elkaar ook enorm goed kennen natuurlijk. Enorm veel werk, maar met heel veel plezier. De mannen zitten in mijn hart, altijd. En ik wil jullie echt feliciteren met deze Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Hebben jullie absoluut verdiend. Zou eigenlijk landelijk moeten zijn. Nou, ik hoop dat na de corona, er zit volgens mij nog steeds een nieuw album in de pen. En tot snel, zou ik zeggen. En maak er een klein mini corona feestje van. Bye. Hichtepunten, dieptepunten, je maakt zo warm in het hier.
Maar daarom is deze prijs ook helemaal verschillend, want wat zou Friesland wijzen zonder de kast en wat zou de kast wijzen zonder Friesland? Ja, de kast. Hartelijk gefeliciteerd met die Anje van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Namens mij vanuit Bussum, waar ik op dit moment aan het opnemen ben, maar eigenlijk wil ik liefst bij jullie zijn daar in Friesland. Want ik heb veel met jullie en veel met het land waar jullie vandaan komen. Het is ook een beetje mijn heiteland. Zodat we hier in de Lawei in Drachten zitten, vanuit Vlaardingen in de Lawei, dat klinkt als een heel end, maar we komen hier veel vaker eerlijk gezegd. We hebben hier ook wel de kast gezien en allerlei andere optredens. Maar het is nu helemaal bijzonder omdat we jullie ongelooflijk willen feliciteren met het behalen van deze prijs. Beste de kast, namens de drie generaties, van harte gefeliciteerd met jullie zilveren anjer. Geweldige mannen, jongens, vooral gefeliciteerd met de prijs. Ik ben het natuurlijk driedubbel mee eens, tiendubbel. Wat hebben we toch mooie tijd toen beleefd. Mijn radiocarrière wat glik opging met de kast, want ik heug mij nog heel goed dat de geboorte van de kast, de bette van de kast, bij u in de kantine van Omroep Friesland wier en dat ik die Mayim dwaankoer en heel zenuwachtig wier voor de interviews, dat ik nog. En daarna heb je ontwikkeld aan een geweldige band, maar voor mij als hichtepunt en het alderfavorietste noemer, nee, net een nieuwe dag. Else Greens voorbij. Wij hebben je maar altijd heel graag draaid op de radio. Ken ik er nog een tijdje. We worden wel eens bedankt voor de steun. Daar word ik dan altijd een beetje nederig van. Ik denk, ja, je moet gewoon goede liedjes leveren. En die hebben we heel graag op de radio horen. En dan ben ik de discjockeys en de radioprogrammeurs ook al heel tevreden dat er leuke liedjes maken worden. En dat het uit Friesland komt is natuurlijk helemaal mooi. Mijn naam is Friestalig. Dus bedankt, hè. Else Greens voorbij. Jongens, dit nummer mocht ik zingen met hem op zomer 2000, summertime. Het vindt ook fantastisch dat je mij erbij vraagt, want ik ben daar net minder van geworden. En een heel mooi compliment en een hele mooie prijs. Trietig hier, dat is een heel, lang skoft. En dat zoest ik net zeggen, als Jim Schust, hoe kan dat? Trietig hier, het is onmogelijk. Ik heb enorm veel respect voor wat Jim Dienha, de Aronne Trietig hier. En ik wil hem nogmaals heel erg feliciteren, mij. Dit is een fantastische prijs, want dat ze in het Engels zeggen ze dan zo mooi, it was long overdue, oftewel. Dat mocht ik wel eens een keer. Dus geniet ervan en we zullen elkaar feest weer. Ik heb natuurlijk aan die 30 jaar ook goede herinneringen en ook een aantal fysieke herinneringen overgehouden. En die heb ik voor de gelegenheid speciaal even achter me verzameld hier. Ik heb onlangs weer eens een carrière switch gemaakt en ben nu helemaal into de internationale wereld van wijn. En ik heb 6 hele mooie flessen even apart gezet. En ja, Nico, er zit ook een Châteauneuf du Pape bij. Om die gezamenlijk nog eens een keer te drinken en de verhalen op te halen uit de oude doos. Cheers. Glazen vleugels afgelegd.
toen ze alles had gedaan, weg te mogen. Kwam ze met een zachte lamp in mijn warme bed terecht. Als ze lacht, dan klinken duizenden violen. En in haar ogen staat een grote regenboog. Er is iets hemels in haar aardse lijf verscholen. Ook al zie je dat niet met het blote oog. Zij is niet van deze wereld. Zij is niet van deze tijd. Want ze tovert met haar handen. Maakt de nacht een eeuwigheid. Proef de liefde op haar lippen. Hoor de zomer in haar stem. En het lijkt als zij. En nu ligt ze hier verlegen en verdwaald.